Komen haaien echt af op mensenbloed? Staf en Matthias Koppes zoeken dat vanavond uit in het lichaam van Koppes. Zoals altijd, met gevaar voor hun eigen leven. Ze zijn gaan duiken tussen gevaarlijke rifhaaien en openden dan onder water een kistje met hun eigen bloed. Dat had nog nooit iemand uitgeprobeerd, dus niemand wist wat er kon gebeuren. De broers Koppens zijn in de Bahama's voor misschien wel hun gevaarlijkste test tot nog toe. Ze zoeken het antwoord op de vraag: vallen haaien sneller aan als ze menselijk bloed ruiken? That's a huge one! Oh my god, man, dat is een mega beest, man. Hier aan de oppervlakte geworden. Deze rifhaaien zijn wel 2 meter lang en ze hebben al regelmatig zwemmers gebeten. Staf en Matthias besluiten om zonder bescherming het water in te gaan met een kistje gevuld met hun eigen bloed. Op een bepaald moment cirkelen die hele grote beesten rond een boot en dan weet je van ja, ik kom hier voor een experiment met mijn eigen bloed en dan denk je toch wel 2 keer na van zou ik dit wel doen. Dat is wel heel angstaanjagend om dan het water in te stappen en te gaan zwemmen tussen die beesten. Eén ding weten de wetenschappers met zekerheid. Haaien hebben een extreem ontwikkeld reukorgaan. Ze zullen de geur van de Koppensbroers zonder twijfel oppikken. Haaien kunnen 1 druppeltje bloed in miljoenen liters water ruiken, dus daar komen ze zeker en vast op af. Het hele experiment is nog spannender, omdat niemand echt weet wat er gaat gebeuren. Een test als deze is eigenlijk een wereldprimeur. Nu, dat is heel belangrijk dat ze dat gedaan hebben, want er zijn heel weinig experimenten over dat onderwerp al gebeurd. In de jaren 60 zijn er een paar gebeurd. Het is nog nooit op deze manier, zoals zij het gedaan hebben, gebeurd. Staf en Matthias gaan het water in. Ze hebben een speciaal toestel gemaakt om hun bloed van op een veilige afstand te verspreiden. En dan is het zover. Het bloed wordt gelost. Hoe zou dat aflopen?